Ik sta hier in Wel op het evenemententerrein waar een show wordt gehouden met modelvliegtuigjes van de vereniging MC Venus. Gaan jullie mee? Ik sta hier bij Harald van Kempen, voorzitter van de modelvliegtuigen. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang bestaat jullie modelvereniging al? Onze modelvereniging is in 1972 is die opgericht, dus we bestaan nu al 47 jaar. Dat is al heel wat. Ja, nog 3 jaartjes en dan hebben we een mooi jubileum van het 50 jaar. Dus, Jullie staan hierin wel. De hoeveelste keer is dat jullie dat hier organiseren? Deze meeting dat is eigenlijk de 15e keer en het is eigenlijk begonnen op alleen op een zondagje een meeting te houden. En ja, het is inmiddels uitgegroeid van vrijdag tot zondagavond. En hoeveel mensen doen er ongeveer meer hier? Wij hebben op dit moment 36 gastvliegers uit zowel Nederland, België als Duitsland. En dan onze eigen leden natuurlijk nog die meedoen. En kun je ook me vertellen wat voor soort modellen er hier ongeveer zijn? Welke vliegtuigjes? Dat is heel verschillend. Je hebt elektro-aangedreven modellen, er zijn turbine, dat is een echt vliegtuig aangedreven modellen, helikopters, zweefvliegtuigen, ja, heel divers eigenlijk. Dus voor iedereen wel wat wils. Zijn er ook kosten aan verbonden als ze hier mee willen doen? Of is het gratis? Nee, het is geheel gratis. Dus als de mensen gewoon, wij nodigen die piloten uit en die mogen hier gewoon gratis komen vliegen. Want wij maken met hun de show en we hebben het ook nodig om deze mooie show te maken. Ja, dus het is inderdaad een hele mooie show. Ik zou zeggen heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Jullie ook. Hallo. Goedemiddag. Ik zie hier een ontzettend leuk vliegtuigje. Heb je die, ja, misschien een stomme vraag, maar heb je die zelf gebouwd? Koop je dat kant-en-klaar? Hoe gaat dat in zijn werk? Het is helemaal geen stomme vraag hoor, want de meeste vliegtuigen bouwen we zelf. Deze is niet door mij gebouwd, maar door een bevriende collega modelvlieger. En deze is helemaal uit houtbouw gebouwd. Het merendeel is houtbouw en grote delen zoals de kappen en dergelijke zijn van polyester. Of epoxy eigenlijk. Ja, ja. Ja, dus het wordt echt helemaal uit latjes en plankjes wordt het gebouwd. Ja. En hoe lang duurt dat ongeveer, zodat het klaar is? Ongeveer. Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt. Maar hier ben je toch denk ik wel een jaartje mee aan het bouwen. Ja, ja. Dan ben je wel even dan ben je snel. Ja. En start je nou meteen met zo'n groot modelvliegtuig of start je altijd eerst met wat kleinere? Ja, het is meestal wat kleiner. Zo'n beetje budgetafhankelijk natuurlijk. Ja. Maar meestal is het in de modelvliegerij zo, hoe groter, hoe makkelijker het vliegt. Alleen hoe groter, hoe duurder. Dus als je het nog moet leren, is het wel verstandig om het klein te beginnen. Want meestal sneuvelt er wel wat. Ja, dat is dan heel erg zonde. Ja, als toch wel denk dat het ook wel kostbaar is. Het kan kostbaar zijn. Maar het is afhankelijk van hoe zuinig je erop bent. Kijk, deze heb ik al een aantal jaren. En als het niet stuk gaat, kan je er heel lang plezier van hebben. Over het algemeen wordt wel gedacht dat modelvliegen heel erg duur is, maar dat valt best mee. He, dus als je ook inderdaad in de basis niet al te dure vliegtuigen koopt waar je prachtig mee kan vliegen. Tegenwoordig wordt het steeds makkelijker gemaakt. He, dus de kant-en-klare vliegtuigen hoef je ook niet meer te bouwen. Dus er zitten deels ARF, all ready to fly, zit het in de dozen. En dat hoeft dus niet zo heel duur meer te zijn.
En, want dat wil ik net vragen. Ja. Hoe leer je dat? Volg je er een opleiding voor of begin je maar gewoon? Of hoe leer je dit? Als je hiermee wil beginnen is het heel erg belangrijk om bij een vereniging te gaan. Zoals we hier vandaag ook zijn, wordt normalite, of eigenlijk normalite is het zo dat alle clubs een meeting zoals dit organiseren. Dus komen meerdere verenigingen bij elkaar om hun vliegtuigen te laten zien en samen te vliegen. Maar meestal heb je in je eigen plaats ook een vereniging, daar word je lid van. En daar zijn instructeurs en mensen met heel veel ervaring die je op weg kunnen helpen. En dat is echt wel nodig. Ja, dus eigenlijk is het voor iedereen toegankelijk. Voor iedereen, jong en oud. Ja, ja, ik vind hem heel erg. Jij moet daar nog vliegen? We moeten zo nog vliegen, we staan in de rij. Nou, er staan nog 2 vliegtuigen voor ons te wachten. En dan mogen wij. Dus het gaat op volgorde. Ja. En bij deze meeting is het zo dat we in de rij staan. En je schuift door, je bent aan de beurt. En je hebt ook shows waarbij er dus met een kaartensysteem gewerkt wordt. Dus dat er bepaalde blokken van type vliegtuigen gemaakt wordt. Dit is kunstvlucht. Ik vlieg er klassiek mee, klassieke kunstvlucht. Dus je zou er ook 3D mee kunnen vliegen. Nou, dat kan ik niet. Maar gewoon de figuren zoals de echte het ook vliegt. Dat probeer ik dan na te doen. Ja. Nou, we zullen het zien dadelijk. We gaan ons best doen. Succes. Dankjewel. Hoi, ik sta bij René. Hallo. Hallo. Ik heb gehoord dat jij deze helikopters zelf gebouwd hebt. Klopt dat? Ja, de ene wel, deze grotendeels, of bijna helemaal zeg maar. En de onderdelen die kun je natuurlijk wel bijna allemaal kopen. Je moet er ook een aantal laten maken. Dus het is niet zo dat je een heel bouwpakket hebt. En vaak zijn de onderdelen in het bouwpakket zijn niet goed genoeg om voldoende ermee te kunnen vliegen. Dus wel als showmodel en heel af en toe een keer een vluchtje maken. Maar wil je veel vluchten maken, dan moet je ook hele goede onderdelen gebruiken. Ja. En die moet je dan van elders kopen, via internet of via mensen die ze maken. En dat is bij deze gebeurd. Dat is de Lama 315B. Dat is echt een helikopter voor transport, ook voor personen, maar ook voor bouwmateriaal. En reddingsdienst wordt hier ook voor gebruikt. Ja, want hij is helemaal realistisch dus nagebouwd. Ja, hij is helemaal op schaal, 1:4. Mm-hmm. En bijna alle onderdelen die hebben ook de goede formaat en de juiste kleur. En de helikopterservice Triet, wat daarop staat, is ook inderdaad in Zwitserland bedrijf die deze helikopter in deze kleuren zo heeft staan. Waar? Ja. En deze die heb ik laten maken. De mechaniek en de aanpassing op de turbine. Maar wel zodanig dat ze mijn ideeën erin verwerkt hebben. Dus dat betekent dat de hele cockpit is vrij. Dus er zijn allemaal 14 stoelen zitten erin. En normaalwijze zet men daar de turbine in en de kerosinetank en alles. En de elektronica. Maar als je er nu in kijkt, zit er helemaal niets in. Dus dat heeft de echte natuurlijk ook. Dus alles zit boven in die grote kap. Daar zit alles in verwerkt. En in de dubbele bodem, waar onder andere ook de tank zit. Dus dat is een heel project geweest om samen met een ander bedrijf dit zover te krijgen dat het in deze vorm, maar dat hadden ze nog nooit eerder gebouwd. Dus daar zit wel al mijn ideeën zitten daarin, gelukkig. En hoe lang vlieg je al met modelvliegtuigen, helikopters? Met deze grote schaalmodellen zo'n 5 jaar. En überhaupt in de helikopter, in de schaalhelikopters, vanaf april begin, ik denk 8 jaar zo'n beetje nu. Ik zie hier voornamelijk heel veel vliegtuigjes, modelvliegtuigen. Waarom heb jij gekozen voor een helikopter en niet voor een vliegtuig? Het is een wat grotere uitdaging. Het is wat lastiger om te leren, wat moeilijker. Het duurt wat langer. Je moet proberen om schaal te vliegen. Dat was altijd mijn wens. Dus je begint wel met een kleine helikopter. En die crasht natuurlijk nog wel vaak. Heel vaak repareren. Maar als je daar dan net overheen bent en je weet hoe het werkt en dat je ook heel rustig kunt vliegen, dan kun je ook naar de schaalhelikopters toe. En dan gaat het niet om snel en te stunten, maar echt om zo schaal mogelijk te vliegen. Dus om de echtheid te benaderen. Ja, ja, dus. En dat vind ik leuk, want ja, een snelle jet is natuurlijk ook wel mooi. Geeft ook heel veel adrenaline, zeg maar.
Maar je ziet hem heel kort. En een heli die kun je gewoon voor je laten hangen, 10 minuten lang. En daar kun je gewoon eindeloos naar kijken. En dus dat is ook voor het publiek wel heel erg mooi. Ja, dus dit is eigenlijk een grotere uitdaging geweest voor jou. Ja, voor mij wel. Ja, er zit ook veel meer techniek in. En de uitdaging was wat groter. Ja, het ziet er heel mooi uit. Dat kan ik wel zeggen. En ben je vroeger meteen, of heb je vroeger wel met vliegtuigjes? Nee, ik ben eigenlijk meteen met heli's begonnen. Ik had voor mijn dochter een kleine heli gekocht op een beurs. En die vroeg natuurlijk of ik mee kon helpen om te leren vliegen. En na 3 dagen had ik er zelf ook in. Dus vlogen we in de garage allebei met zo'n kleine helikopter. En toen is het eigenlijk begonnen. Ja, dan maak je de stap naar een iets grotere en dan met wat meer verstelbare bladen en dat soort dingen. En dan duik je meer in die techniek. En zo gauw als je die techniek dan onder de knie hebt, dat je weet hoe je moet afstellen, dan kun je pas naar de echt wat grotere toestellen. Ja, ja. Ja. Is er al eentje gecrashed, Bill? Zeg maar bijna. Ze hebben allebei al wel een keer een harde landing gemaakt. Ja. Maar dan is het een harde landing waarbij niet alles stuk is, maar alleen bijvoorbeeld een paar wieltjes er scheef onder staan of een klein frimpje iets verborgen. En dat komt dan vaak door toch een deels onoplettendheid. Dat de ene kerosinetank bijvoorbeeld leeg is, omdat er een slangetje niet goed zit bij het eruittrekken van het tankstation. En bij de andere is het, daar stopte de turbine omdat waarschijnlijk de zon in het kelkje scheen. En dan wordt die sensor die wordt dan overbelicht en dan schakelt de turbine uit. En dan is het zaak om te proberen om hem dan toch heel huis aan de grond te krijgen. Dat kan door de bladen te verdraaien in de omgekeerde richting. En dan door het gewicht van de helikopter houdt hij het toerental van de rotorbladen houdt hij op peil. Okay. En als je dan vlak boven de grond bent, dan draai je die bladen weer om. En dan remt hij iets af. En dan moet je ook direct landen, want daarna heb je geen mogelijkheid meer. En ja, dat kan dan soms iets te hard gaan. Maar dat betekent wel dat je niet stuk is. Dus dat hij toch wel voor 80% heel blijft. Ja, en dat is dan ook heel veel mazzel hebben. Want ik denk dat toch wel een klein kapitaaltje is dan. Ja, dat staat best wel een heel goed kapitaal. Kun je leuke auto's verkopen, denk ik. Ik denk het ook wel, ja. Maar gelukkig veel daarmee. Nou, dankjewel voor dit interview. Oké, graag gedaan. Tot zover ons verslag van de modelvliegtuigshow op het evenemententerrein van MC Venus 72. Zij zoeken ook nog nieuwe leden, dus als je interesse hebt, ben je welkom. Het is ieder jaar rond dezelfde datum als het kindervakantiewerk.